En we gaan straks zien dat de man nog gedoopt wordt. Dat is best wel een beetje spannend. Even kort wat vertellen daarover. Waarom dopen ze in de kerk? Dat gebeurt in elke kerk, hè? Als iemand erbij komt, zeg maar, dan wordt hij gedoopt. Nou, dat komt omdat Jezus dat heeft gezegd. Hij heeft gezegd, geloof is niet genoeg. Hij zegt, je moet ook gedoopt worden. Want wie gelooft en wie gedoopt is, die zal bij mij horen. En die zal worden gered, heeft hij gezegd. En Jezus heeft ook tegen de apostelen gezegd, ga de wereld in, maak de mensen tot mijn leerlingen en doop hen. In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Nou, als Amanda straks gedoopt wordt, dan klinken ook die namen. De naam van de Vader, de naam van de Zoon en de naam van de Heilige Geest. En wat betekent dat nou? God zegt tegen jou, Amanda, ik wil je vader zijn. En vader in de hemel zijn. Die voor jou zorgt. Die jou leidt in je leven, die het kwade bij je vandaan houdt. Of het kwade in jouw leven doet meewerken en vrucht doet dragen voor het goede. Nou, als de naam van de Zoon klinkt, dan zegt Jezus tegen je, ik ben de Zoon die zich voor jou heeft gegeven aan het kruis. En ik ben ook opgestaan uit de dood. Dus ik vergeef jouw zonde en ik geef jou nieuw leven. Je ontvangt een nieuw leven. En ik zorg ervoor dat alles wat je ook verkeerd gedaan hebt of nog gaat doen, dat het vergeven is. En dan de Geest. De Geest is God die in je hart komt wonen. Hij zorgt ervoor dat je steeds meer zult begrijpen en ervaren van het grote verhaal van Jezus, wat zo lang geleden gebeurd is. En je steeds meer wat mee kunt in je leven. Hij zal je helpen om steeds meer te leven zoals God dat wil. Nou, dat is de doop. Nou, in veel kerken hebben ze dan een bad of zo, hè? Dan kun je dan ondergaan in het bad. Dat is de onderdompeling. Dat is een heel mooi beeld. Want eigenlijk dan ga je onder, eigenlijk ook kopje onder, hè? En dan verdwijnt als het ware je oude leven. Waarin je zelf alles deed. En als je dan opstaat, dan ontvang je het nieuwe leven. Een leven wat nu verbonden is aan Jezus. Hè? Nou, we hebben niet zo'n bad in de kerk. Nou, mannen vindt het niet zo erg. Maar er is wel water. En nou, laten we nu eerst het lied gaan zingen. Het lied heet Doop van Sela. Thank you.
Dit is het moment dat de paar officiële vragen gesteld gaan worden aan jou, Amanda. En dan kunnen we gaan dopen. Zou je willen gaan staan? En antwoord geven op de volgende vraag. Geloof je, Amanda, in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest, de drie enige God van jouw doop? Tweede, erken je dat je een zondig en gebroken mens bent, dat van nature niet kan doen wat goed is in Gods ogen? En besef je dat je daarom bloot staat aan Gods toorn? Beken je dat je de geboden van de Heer vaak hebt overtreden in gedachten, woorden en daden? En heb je daar berouw over? En geloof je dat Jezus Christus jou als verlosser is geschonken? En dat God jou door Jezus bloed al je zonden vergeeft? En derde, beleid je dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat en in deze gemeente verkondigd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? En zul je, zolang je leeft, bij deze belijdenis blijven en alles verwerpen wat daartegen ingaat? De laatste vraag. Verlang je daarnaar God en je naaste lief te hebben, met de wereld van zonde te breken en wat slecht in je is te laten afsterven en vol ontzag voor God te leven? Beloof je je dienstbaar op te stellen in de gemeente, trouw met haar naar het woord te luisteren en het avondmaal te gebruiken? En zul je onderwerpen aan de christelijke vermaning? Wat is daarop jouw antwoord, Amanda, Denise, Aartse, Tuin? Ja. Al moet je nog een korte tijd lijden, God, bron van alle genade, heeft jou geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. En uw geliefde gemeente, broeders en zusters, ontvang Amanda met liefde in jullie midden. Weet je, geroepen door je voorbeden en voorbeeld haar te steunen. En wees ook daadwerkelijk bereid om waar nodig en mogelijk eraan bij te dragen dat ze mag groeien in haar geloof, in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Hiertoe helpen ons de Heilige Geest. Zou je nu naar voren willen komen? Wij zingen na de doop, zingen we een loflied. Even kijken hoor. Dat is een gezang. Sorry? Gezang 107, vers 1, 2 en 4. Ja? Oké, dankjewel. Amanda, Denise, Aartse Tuin, ik doop jou in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest.
Dan zal Amanda nu gaan vertellen wat er eigenlijk in haar leven gebeurd is de afgelopen tijd. Ja, dat is het beste achter die microfoon. Ja, neem maar mee. Nog niet genoeg water gehad. Getuigenis te geven en dat wil ik heel graag doen. Sinds ik tot geloof gekomen ben en daar steeds verder vooruit kom, word ik van veel kanten overladen met vragen. En dat snap ik ook, want in een tijd die getekend is door individualisme, waarin we gewend zijn om alles zelf te doen en altijd de controle te houden, is je leven in God handen leggen niet echt een populaire keuze. Het is het spannendste dat ik ooit heb gedaan, maar de beste keuze die ik kon maken. In het leven dat ik leefde, had ik eigenlijk alles. En toch was ik nooit echt gelukkig. Er was ook niets wat me langdurig gelukkig kon maken. Er was een voortdurende leegte. En een soort onstilbare, niet te duiden honger. Een gevoel van, is dit het nou? Maar toen ik tot geloof kwam en Gods liefde in mijn hart ervoer, zag ik ineens glashelder wat ik al die tijd gemist had. Wat die leegte was geweest, dat niets of niemand kon vullen. De vraag die mij het meest is gesteld de afgelopen tijd is hoe ik in aanraking kwam met het christelijk geloof, met God. En dat wil ik graag met jullie delen. Ik heb zelf het idee dat God mij ongeveer 10 jaar geleden voor het eerst aanraakte. Het was op de christelijke begrafenis van mijn geliefde tante Helle. Ze was nog zo jong en het voelde zo onrechtvaardig dat ze kwam te overlijden. Ik was intens verdrietig en ik voelde me zo leeg toen ik de uitvaart bijwoonde. Maar wat ik om me heen zag was bijzonder. De mensen waren verdrietig, maar tegelijkertijd zo krachtig. En ze gingen op een hele warme, betrokken manier met elkaar om. Het meest fascineerde me nog de vrede. Zij leken vrede te hebben met haar dood. Waar ik zat met een immens gevoel van onrechtvaardigheid. Ik kon het eigenlijk ook niet begrijpen. Inmiddels wel, maar toen niet. En ik vond het ook niet eens helemaal gepast. Maar als ik me in hun verplaatste, dan wist ik dat voor hun mijn tante naar de hemel was gegaan. En dat zij haar daar ooit weer terug zullen zien. Stiekem had ik zo'n gevoel van, het moet toch wel vast heel fijn zijn als God voor je zorgt. Maar ik kende God niet en God mij ook niet, was mijn gedachtegang. Maar ik denk dat daar het eerste zaadje is geplant. Lange tijd ging het niet goed met me. Vanaf mijn 19e werd ik gekweld door een hele reeks fysieke klachten en psychische problemen. Ik had geen energie, kende zeer donkere periodes van depressie, had altijd buikpijn en het grootste deel van de dag was ik misselijk en ontwikkelde zo ook nog een eetprobleem. Ik kon ook niet echt deelnemen aan het normale leven dat mijn leeftijdsgenoten leden. Na verloop van tijd werd duidelijk dat ik het moest zoeken in de psychosomatische hoek.
toen ik dat idee eenmaal min of meer geaccepteerd had, ben ik in therapie gegaan. Langdurig. Door mijn psycholoog ben ik werkelijk gefileerd. Als een ui afgepeld. Om uiteindelijk te komen tot de kern en wat daarin besloten ligt. Want vanuit de kern wordt alles aangestuurd. Alles wat je doet en in mijn geval wat je laat. Het was een zwaar proces, maar ik heb doorgezet. En uiteindelijk kwamen we tot mijn kern. Een doorbraak. We kwamen erachter dat in mijn kern een diepgewortelde angst besloten lag. De angst om nooit goed genoeg te zijn. Ik weet nog goed hoe groot dit tranendal was. Maar het was waar. En nu oud in die open. Dit minderwaardigheidscomplex, versterkt door mijn hoogsensitiviteit, waar ik in die tijd niet mee om kon gaan, verklaarde mijn onzekere en vermijdende houding en al mijn pleesgedrag. Wat ik ook bedacht, of wat er voor me werd bedacht, ik zag altijd beren op de weg. Zoveel beren, dat ik soms direct en soms na verloop van tijd, maar bijna altijd af moest haken. Dit zag je ook terug in het aangaan van relaties. Ik wilde heel graag een relatie. Maar als iemand dichtbij kwam en ik het idee had dat ik het niet waar kon maken, dan rende ik er gauw van weg met al het verdriet van dien. Maar goed, ik dacht, we weten nu wat het probleem is. Dus we kunnen gaan werken aan heling. Maar daar kwam ik zeer teleurgesteld in uit. Zo werd me na een tijdje meegedeeld dat ik niet mocht rekenen op genezing, omdat het onmogelijk was. Maar dat de handvatten zouden worden gegeven voor hoe ik dan met mijn probleem kon omgaan. Dat is een zeer harde klap. Ik besef dat ik nooit af zou komen van mijn onzekere kern die mijn leven zo moeilijk maakte. Ik probeerde tot acceptatie te komen, maar dat ging niet goed. En ik bleef strijden en worstelen. Kort na die doorbraak in therapie leerde ik mijn vorige vriend kennen. Voor mij was hij anders dan anderen. Hij was gelovig. En ik had al snel door dat datgene wat mij zo in hem aantrok, voor een groot deel werd veroorzaakt door het christelijk fundament onder zijn leven. Hij was krachtig en vredig, ook in zware tijden. Al stormde het nog zo hard in zijn leven, zijn kern bleef overeind. Dat is een uitspraak die mij altijd bij is gebleven. Om het feit dat het me fascineerde, want mijn kern wankelde immers bij het minste geringste. En weer kreeg ik zo'n gevoel van het moet toch vast wel heel fijn zijn als God voor je zorgt. We hadden het fijn samen en voor het eerst sinds jaren durfde ik een relatie aan te gaan. In de weekenden kwam hij vanuit Friesland naar Alkmaar en ging hij hier naar de kerk, naar de kapelkerk. Op zondag dan ging ik met hem mee, want het leek me zo gezellig als hij hier alleen zou zitten. Het was voor mij wel iets compleet nieuws. Normaal lag ik pas een paar uurtjes te slapen op de tijd dat de kerk begint, want dan ging ik stappen op zaterdag. Dit was anders. Om iets meer kennis op te doen over het christelijk geloof, ben ik vorig jaar in maart alfa cursus gaan volgen bij Emmy en Hans. Wat een warm bad was dat. De kennismaking met Jezus raakte mij zo diep dat het het begin werd van mijn zoektocht naar God. Mijn toenmalige vriend vond dat heel mooi om te zien, maar hield zich tegelijkertijd wat afzijdig om te voorkomen dat hij mij zou beïnvloeden. Maar God had hierin voorzien.
Tijdens de Alpha-cursus ontstond er een prachtige vriendschap met Emmy. Een vriendschap van hart tot hart, die van het begin af aan vertrouwd aanvoelde. Zij heeft mijn zoektocht naar God vanaf het prille begin gevolgd en altijd begeleid als een mentor. Ik ben daar heel erg dankbaar voor. De relatie kwam in zwaar weer terecht toen mijn vriend in Dubai was gaan wonen voor werk en ik daar slecht kon aarden. Ook liep ik erg tegen mijn beperking op vanuit mijn hoge gevoeligheid waar ik niet goed mee om kon gaan. En gecombineerd met onverwerkte tegenslagen uit zijn leven liep de relatie begin dit jaar stuk. Waar mijn directe omgeving zich terecht het hart vasthield over de uitwerking die deze relatiebreuk op mij zou hebben, klom ik verbluffend snel weer overeind. Ik stond er zelf ook versteld van. Ik had me voorgenomen om eens rustig te gaan uitzoeken wat geloof nou voor mij betekent. Of het bij de relatie hoorde of bij mijzelf. Maar God ging zijn weg aan met mij. Waar ik normaal langdurig depressief in de put was beland, voelde ik me gedragen. En was er vrede in mijn hart. Soms zelfs vreugde. Het was bizar om te ervaren hoe God de dingen omdraait. Ik ging veel bidden, had gesprekken over de echte levensvragen. Ging naar de kerk, las de Bijbel. En luisterde heel veel muziek van Sela. En na een hele lange overpeinzing besloot ik om in gebed mijn zonde te belijden en mijn leven in Gods handen te leggen. Ik nam bewust afscheid van mijn oude leven. Een bekering dus. In de 40 dagen tijd die toen net aanbrak, toevallig, ben ik actief gaan leven vanuit dankbaarheid. En dat werkte zeer positief. Ook keek ik misschien wel 10 keer de preek van Henry Nouwen over de beloften. Die Henk Eilander me had aangeraden te kijken. Om Gods liefde beter te leren kennen en om mijn minderwaardigheidscomplex wellicht wat minder te maken. Dat werkt. Het was zeer indrukwekkend. En wat ik nooit verwacht had, ooit nog in dit leven mee te zullen maken, gebeurde. Mijn onzekere kern, mijn gebroken kern, waarin de angst besloten lag om nooit goed genoeg te zijn, werd geheeld. Gods liefde en de Heilige Geest hebben mijn hart gevuld. Het besef dat God er altijd is, waar ik ook ben en wat er ook gebeurt, is exact het fundament dat ik altijd miste. En er gebeuren meer wonderlijke dingen. Zo kwam er al heel snel een geweldige nieuwe liefde in mijn leven. Joost. Het gebeurde vlak nadat ik in gebed op een soort grappende manier had aangegeven dat ik wel nieuwsgierig was naar wat God voor mij in petto had op liefdesgebied. En omdat ik nu geheeld ben, ben ik in staat om voor het eerst van mijn leven een relatie te hebben waarin ik mezelf kan zijn. En kan ervaren hoe liefde eigenlijk bedoeld is. En er niet door opgeslokt te worden. En er ook niet voor, van afhankelijk te zijn voor mijn geluk, want het is al goed. Ook biedt het me perspectief voor werk. Want ineens heb ik mijn handen vrij en wil ik ook graag wat gaan doen. En wil andere mensen gaan helpen met hun hoogsensitiviteit om van klacht naar kracht te gaan. Dat had ik vroeger niet aangedurfd, maar ik hoef het niet meer alleen te doen.
Door deze wonderlijke gebeurtenissen staat voor mij vast dat ik geloof en zal groeien in het verlangen om me te laten dopen. Ik ben dan ook euforisch dat vandaag, de dag voor mijn 30ste verjaardag, ik opnieuw geboren ben en mijn nieuwe leven begint. Ik wil iedereen bedanken die hier vandaag is. Natuurlijk mijn familie, mijn vrienden, kennissen, al mijn nieuwe broers en zussen. En ook voor het feit dat ik me gesteund voel in mijn keuze. En in het bijzonder door mijn ouders. Maar er is één iemand die ik in het bijzonder wil bedanken. En dat is God. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u mij aanraakte. Dank u wel dat u zoveel mooie, inspirerende mensen op mijn pad bracht om met mij op te lopen en mij te begeleiden naar u. U redde mijn leven. Ik ging van het duister naar het licht. Van een leven in zwart-wit naar full color. U gaf me een volledig nieuw besturingssysteem. Van tranen van depressie naar tranen van vreugde. Maar bovenal, van een leven in angst naar een leven in liefde. Wat een wonder. Dank u wel, Vader. Tot in de eeuwigheid. Amen. Amen. Geralde, jullie hebben met de kinderen wat moois gemaakt. En dat willen jullie graag ook aanbieden, hè? Ja, aan Amanda. Amanda, gefeliciteerd vanaf deze plek, van ons allemaal. We hebben voor jou een schilderij geplakt. Het idee erachter is dat dit een soort papaver is, een klaproos. Die groeit uit een heel piepklein zaadje, je kunt hem bijna niet zien. Het zaadje breekt open en door Gods door licht en regen, oftewel Gods liefde en levend water in je op te nemen, ben je als een bloem geworden die zijn licht verspreidt aan anderen. En dat hebben de meiden gemaakt en de jongens hebben een slinger voor je gemaakt met aan de voorkant een bekrijsbare voorkant dus.
En daar kun je dan dingen opschrijven nu waar je dankbaar voor bent. En in moeilijke momenten die misschien nog komen, kun je de slinger ophangen en terugdenken aan deze dag. Mag ik dan de jongens en de meisjes van groep 4, 5 en 6 naar voren roepen? Dan mogen jullie het aan de mannen geven. Ik even wachten. Willen doen is samen met elkaar danken en ook bidden. We bidden ook altijd in de kerk voor speciale situaties. We willen vanmorgen ook bidden voor Thijs. Thijs is van de week hard gevallen van zijn fiets en heeft een hersenschudding. Dus we gaan bidden voor Erik en Klari en Aniek en Bram en Thijs natuurlijk. En ook danken dat het niet erger was, want het had veel erger kunnen zijn. En bidden om zijn herstel. Laten we gaan bidden. Dank. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor Amanda en voor allen die haar lief zijn. Voor het nieuwe leven dat zij heeft gekregen. We danken u voor de zekerheid en de vreugde en de hoop die van haar afstraalt. En we bidden u. Omgeef haar en blijf haar omgeven met uw liefde en maak haar trouw om u te blijven volgen. Vader, we danken u voor het feit dat u steeds weer nieuwe mensen bij onze gemeenschap brengt. Mensen van alle kanten. We danken u voor Annika, voor haar geloof en haar liefde voor u. Wilt u haar ook in ons midden zegenen en tot zegen stellen, ook op de kring. Vader, we danken u dat we mochten horen van nieuw leven bij Gerrie en Wietse. Dat u een huwelijk hebt gezegend met een dochter. Ook een feest voor Rinus en Henny. Heer, we danken u dat u het goed hebt gemaakt. Bent u goed, vader, voor hen geweest. Vader, we willen ook bidden voor Thijs, die gevallen is en die nu een hersenschudding heeft. Dat was heel erg schrikken. We willen u bedanken met Erik en Klari, want zij had het gevoel dat het veel erger was. Gelukkig was het maar een hersenschudding. Heer, en we zien hoe kwetsbaar we zijn. Wilt u Thijs omgeven met liefde en geef hem herstel. Zegen Aniek en Bram en omring familie Korterink met uw liefde. Vader, we danken u voor broers en zussen die zo geraakt zijn door het door de nood van mensen in deze wereld. Wees u bij Altijd en Jannie als ze de komende weken naar Sri Lanka gaan. Om daar de projecten te bekijken waar ze in investeren voor het koninkrijk. Zegen hen op die reis. Vader, wij bidden u voor allen die vandaag geraakt zijn. En die worstelen met de grote breuken in hun leven. Heer, voor hen die niet goed weten wat ze ermee aan moeten. We bidden u, vader, dat u hen de moed geeft om hun gebrokenheid onder ogen te zien. En niet weg te lopen voor de pijnlijke waarheid. Dank u wel, Jezus, dat u gekomen bent. Niet om ons te veroordelen, maar dat u zichzelf laat veroordelen. Dat u gekomen bent om ons te redden. Uit een leven dat leeg is, uit een leven dat om onszelf draait. Uit een verslaving waar je met handen en voeten aan gebonden zit. Dank u wel voor de hoop die dat geeft aan ons allemaal. En dank u, Jezus, dat er bij u zoveel ruimte is voor gebrokenheid. We aanbidden u, gebroken man van smarten.
En geef dat komende woensdag veel Alkmaar dus deze kerk binnen mogen komen om te rouwen in de kerk om het verlies van een geliefde. En geef dat ze hier troost mogen ervaren. Dat deze plek ervaren mag worden als een plek waar verdriet en rouw en onmacht er mag zijn. Vader, wij bidden voor de wereld. Opnieuw is een machtige, sterke leider gekozen. En we zijn benieuwd, we houden ons hart een beetje vast, wat voor gevolgen dit zal hebben voor de spanningen in de wereld, tussen bevolkingsgroepen. Vader, wij bidden u voor mensen die zuchten onder het geweld van de sterken en de machtigen. Zij die lijden onder de machtswellust van de sterke, grote leiders. Zij die een prooi zijn geworden van de seksindustrie. Zij die in de wurggreep zitten van geld en bezit. Jezus, laat uw licht schijnen in de duisternis. Wie kan het meisje achter het raam bevrijden? Wie kan de ketenen van de verslaafde bevrijden? Wie kan mensen die alles hebben van de zinloosheid redden? Wie kan mensen die alles hebben verloren hoop bieden? Wie is het die de tranen van de treurenden van hun gezicht veegt? Wie is het die de moedelozen troost? Wie anders dan u, Jezus? We aanbidden u en we danken u. In Jezus' naam. Amen. U mag, als u dat wilt, ook geld geven. Dat is bestemd voor de kerk en voor Stichting en Aanloophuis De Steiger. Tijdens de collecte zullen we het lied Oceans horen.
gaan zo het laatste lied zingen. En dat is het lied Zegenkroon. Ik wil je nog vertellen dat vanmiddag hebben we een bijzondere dienst. Een bijzondere middagdienst hier in de kapelkerk. Om 3:00 komt het mannenkoor Ailantes. Het thema zal zijn rusteloosheid. En komende woensdag hebben we voor het eerst gedenkwoensdag. Dan nodigen we alle mensen uit de stad uit om hun verdriet, om te rouwen. Om het verlies van iemand die ze verloren hebben. Maar we zitten er een beetje over in of dat persbericht dat we weggestuurd hebben wel zal komen in de krantjes. Dus ik wil u oproepen, als u mensen kent in uw omgeving, in uw straat, om die mee te nemen. Hier naartoe, komende woensdag, 7:30 is de kerk open, 8:00 is de dienst. En dan kunnen ze ook een foto meenemen van iemand die hun ontvallen is. En we zullen in de dienst, mogen ze ook naar voren brengen, we zullen de namen noemen. Dat is komende woensdag. Laten we nu gaan staan voor ons lotlied, Zegenkroon. Thank you.
is nu echt klaar. Ik geef u nog de zegen. Dan kunt u koffie gaan drinken. En die enorme toren met al die boterkoek, die is gemaakt door de moeder van Amanda. Ja. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie allen.